Welke erfgenaam hebben we behandeld? De moeder en de vader behandeld. En daarvoor de echtgenoot en de echtgenote. Een korte vraag. Wat erft een echtgenoot? Als iemand het weet, graag als hij zijn vinger opsteekt. Wat erft een echtgenoot? Naam. 1/2 of 1/4? En wanneer erft hij 1/2? Geen kinderen heeft. Ja, als de overleden vrouw geen kinderen heeft. Wat gelaten erft de echtgenoot? Ja, de helft. Hij erft 1/4 als zij wel kinderen heeft gelaten. Achter heeft gelaten. Ofwel erft de echtgenote. Iemand weet, graag als hij zijn vinger opsteekt. Belangrijk. Als de echtgenoot geen kinderen heeft achtergelaten, dan erft de echtgenoot of echtgenote, 1/4. Anders, 1/8 als de echtgenoot kinderen heeft achtergelaten. En vervolgens, de echtgenoot en echtgenoot hebben we nu behandeld. Vervolgens hadden we behandeld. Wie? Welke erfgename? De vader. Vader als eerst of de moeder als eerst? De moeder als eerst. Oké, wat erft de moeder? 1/3. Dit was ik kan erven. 1/3. 1/6 erven. Was er nog meer erven? Was dat het hele mee eens, broeders? De kwestie al-umriyatayn. Wat bekend voor? Al-umriyatayn. Goed van gehoord. Al-umriyatayn. Dat is een casus waarin de overledene, yani of echtgenoot of echtgenoot heeft achtergelaten. Een van deze twee. Met beide van moeder en vader. En we hadden gezegd dat de erfdeel van de echtgenoot of echtgenoot is bekend. Dus de echtgenoot is de helft, 1/2 of 1/4 van het af van de situatie. En de echtgenote die erft 1/4, 1/8 van het af van de situatie. En de moeder in oorsprong die erft 1/6 of 1/3 in oorsprong. Maar als we haar in deze casus al-umriyatayn, een van de twee casus, als hij volledige 1/3 zou krijgen, dan zou de vader minder erven dan de moeder. En ik had gezegd, dit druist in met de regelgevingen binnen het erfrecht. Namelijk dat de mannelijke geslacht in dezelfde gradatie of op zijn minst hetzelfde erft of meer in de meeste gevallen. En ik heb voorbeelden gegeven hoe dit was opgelost in het tijdperk van de moslimleider, de tweede leider na de profeet, sallallahu alaihi wasallam, Omar ibn al-Khattab. Tijdens zijn tijdperk zijn deze twee casussen zich voorgedaan. De uitspraak was namelijk dat zij niet 1/3 zou krijgen, wat in oorsprong wel het geval zou zijn, maar 1/3 van de rest. 1/3 van de rest. Dus de echtgenoot en de echtgenote krijgen hun erfdeel als eerste, wat het ook is, hebben we zojuist genoemd. De rest krijgt de vader, van die rest krijgt zij, de moeder, 1/3. Totdat de vader meer krijgt dan de moeder. Dus in het Arabisch gezegd, thuluth al-baqi, 1/3 van de rest. Dus komend op onze vraag, wat kan een moeder erven? 1/3 van de rest. En toen hebben wij erfdeel behandeld van de vader. Wie weet nog het erfdeel van de vader? Iemand het kent, kan hij zijn vinger opsteken, inshallah. Dat was 1/6. Of dat hij dus een bepaalde erfdeel krijgt voor Yarith bil Fardi. Dat is 1/6. Of weet nog, of dat hij een onbepaalde erfdeel krijgt, al erf bil Ta'sibi. En derde, dat hij dus allebei erft, bil Fard wa bil Ta'sib. Wie weet nog hoe de vader, al-Ab, en niet slechts een bepaalde erfdeel krijgt. Oftewel, wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald voor bepaalde erfgenamen. In welke situatie erft de vader slechts 1/6? Allah subhanahu wa ta'ala dus heeft vastgesteld, heeft bepaald. Hè? Kinderen heeft achtergelaten, als de overleden vader, kinderen heeft als de overledene geen kinderen heeft achtergelaten, dan erft de vader 1/6. Of als die kinderen heeft achtergelaten, erft de vader 1/6. Als de overleden persoon kinderen heeft achtergelaten, erft de vader 1/6. En de tweede situatie, dat de vader een onbepaald erfdeel krijgt, dat is als de overledene geen kinderen heeft achtergelaten, dan krijgt hij rest. Wanneer is er een mix tussen erven dat de vader zowel een bepaalde en een onbepaald erfdeel krijgt? Welke situatie was dat? Nee. Als dat het geval is, jij zegt, dan hebben wij de voorwaarden betreft vader die 1/6 erft, fout gezegd. We hebben gezegd dat de vader 1/6 krijgt, mits de overledene, kinderen heeft achtergelaten. De correctie moet zijn dat de overledene slechts kinderen heeft achtergelaten van het mannelijke geslacht. Anders als de overledene slechts kinderen heeft achtergelaten. Ik zeg het woord kinderen, het is beter gezegd nakomelingen. Van niet alleen de kinderen kunnen recht hebben op het erfenis, maar
ook de kleinkinderen. En dat wordt uitgelegd. En de kleinkinderen snijdt de zoon. Dus als overledene nakomelingen heeft achtergelaten van het vrouwelijke geslacht. Deze ding moet jullie onthouden. Dat zijn strikvragen. Dan kun je zwart-wit antwoorden. Maar deze voorwaarden zijn wel belangrijk om te weten. Dat de overledene nakomelingen heeft achtergelaten van het vrouwelijke geslacht. Die aanspraak maken op het erfrecht. Dus als de overledene bijvoorbeeld een dochter heeft achtergelaten, dan erft zij de helft. En de vader erft 1/6 als reden dat de kinderen zijn achtergelaten. Wali abawayhi li kulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. En de rest, er is toch wat over. Als er slechts een vader is en een dochter, houdt één dus dat de dochter de helft krijgt en de vader 1/6. En de rest krijgt ook de vader, omdat hij de eerste man is die aanspraak maakt op de erfrecht. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Al-hiqul fara'ida bi ahliha, amma baqiya fahuwa li awla rajulin zakar. Oftewel dat er zorg moet worden dat eerst de bepaalde erfdelen de rechthebbende toekomen. Datgene dat er overblijft, dat wordt gegeven aan de eerst rechthebbende man. Dat hebben we al behandeld, wie de eerst rechthebbende mannen zijn. Wat gezegd, dat zijn eerst al-bunuwa, oftewel de zonen. Vervolgens al-obuwa, de vaders. En in dit geval is het dus de vader, degene die de eerste aanspraak maken op hetgene wat is overgebleven. Dat is nog duidelijk. We gaan vandaag over naar opa. De opa is heel makkelijk. Zijn erfdeel is precies hetzelfde als de erfdeel van de vader. In principe, de regelgevingen die wij hebben behandeld over de vader, kun je specifiek toepassen op de opa. Behalve de kwestie van al-umriyatayn. Wie kan dit herhalen? Over het erfdeel van de opa. Precies. Is dit begrepen door de rest? Ja? Wie kan mij dan uitleggen waarom de regelgevingen betrekking tot de vader hetzelfde zijn als bij de opa, behalve in de kwestie van al-umriyatayn? Een van de twee kwesties van Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Zich had voorgedaan in de tijd van Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wie kan dat uitleggen? Ik kan denken aan, ik had gezegd, van dat deze kwestie van Umriyatayn zich voor had gedaan in het tijdperk van Omar ibn al-Khattab. En in oorsprong zou de moeder volle 1/3 krijgen. Een erfenis. Als dat het geval zou zijn, dan zou zij meer erven dan de vader, echtgenoot van deze moeder. En dat druist in tegen de regels binnen het erfrecht. En ik had gezegd, de erfdeel van de opa is hetzelfde als de erfdeel van de vader, behalve in al-umriyatayn. Dus denk, waarom heeft Omar ibn al-Khattab haar, de moeder, niet de volledige 1/3 geeft. Wie denkt daaraan? De vraag, we hebben gezegd, de erfdeel van de opa is hetzelfde als die van de vader, behalve de kwestie aangaande al-umriyatayn. Dus waarom is alles hetzelfde, behalve in een van de twee casussen die zich had voorgedaan in het tijdperk van Omar ibn al-Khattab? We hadden gezegd, de regel binnen het erfrecht is dat het mannelijk geslacht op zijn minst hetzelfde erft als de vrouwelijk geslacht in dezelfde gradatie. Dus op zijn minst. In de meeste gevallen erft de man en niet meer dan de vrouw dezelfde gradatie. En bij de opa, bijvoorbeeld, als we met een casus komen dat iemand is overleden, dan laat bijvoorbeeld een echtgenote achter, een moeder en een opa. Dan krijgt de moeder in dit geval een volledige 1/3. Waarom? Omdat de opa niet in dezelfde gradatie bevindt als de vader, als el-eb. El-eb, of de moeder, is dichter bij de overledene dan de opa. Daarom krijgt de moeder hier wel haar volle 1/3. De volledige 1/3. Beste moeders, inshallah ook, en de luisteraars. Dit moet jullie wel herhalen, beste broeders. Want binnenkort krijg je wel een toets hierover. En ik heb gezegd, het wordt telkens moeilijker. Dus dit moet je wel goed begrijpen. Namelijk de voorwaarden. De sommen, en die worden alleen maar langer. De erfgenamen worden meer. Waardoor het heel lastig gaat worden als jij de voorwaarden niet kent. Dus herhaal. Ook al is het maar 5 minuten per dag. De erfende opa. Er zijn meerdere opa's. Zijn, maar de erfende onder hen, dat is een opa, zijn opa,
waarvan de bloedlijn tussen, tussen hem en de overledene geen vrouwelijke nageslacht is. Een vrouwelijke geslacht is, beter gezegd. Dat er tussen hem en de overledene geen vrouwelijke geslacht is. Die, als de zoon bijvoorbeeld van die moeder is overleden, dan erft hij niet. Dus de opa van jouw moeder bijvoorbeeld, als het gaat om die vrouw, de moeder, en de vader, ze heeft een vader, is dan overleden, dan is het alleen maar tussen de... dan gaat het de erfenis om de moeder die overleden is, en die opa. Dan maakt hij wel aanspraak. Maar als bijvoorbeeld de zoon van die moeder overleden, en die moeder is ook overleden, en haar vader is ook overleden, alleen de verre opa leeft nog, een dergelijke situatie kan zich voor doen. Het hedendaags leven doet zich niet weinig voor dat zo'n verre opa nog leeft. Maar voorheen werd huwelijk al op hele jonge leeftijd geconsumeerd. Dan had je derde opa nog in leven, vierde opa nog in leven. In sommige gevallen zelfs zesde opa die je nog kon meemaken. Maar vandaag de dag doet zich dat weinig voor. Behalve als het, als het kind niet op een, niet op de juiste manier ter leven is gebracht. Het is een bazaard kind, zeg maar. En dan kun je dat er een meisje is die al op haar 12-jarige leeftijd bijvoorbeeld bevalt. Zij heeft misschien een zevende opa zonder dat ze het weet, of een zesde opa. Dus het kind van die moeder, de overleden van die kind, van die moeder, excuses, dat kind dat overleden is, tussen hem, de bloedlijn, is wel een vrouwelijk geslacht. Maar niet tussen de moeder en deze verre opa. Daar is het geen vrouwelijk geslacht tussen hen, de overledene en deze opa. Beetje nu een beetje verbeelden? We hebben het nu niet echt over of die wel of niet erft in zo'n specifieke geval. Maar we zeggen een erfende opa, dat is een opa waarbij het bloedlijn, waarbij in de bloedlijn geen vrouwelijk geslacht tussen hen zit. Dus als de moeder in dit geval is overleden, naar die geslacht wordt er niet gekeken in principe. Alleen wat tussen hen is. Dus in dit geval zou de opa wel kunnen erven als de vader er niet is. Maar als de zoon is overleden, je kijkt naar de bloedlijn en de moeder is overleden, de vader is overleden, alleen die opa is er nog. Dan is er in het bloedlijn wel een vrouwelijk geslacht. Dan zeg je van, sorry opa, jij wordt niet tot de erfgenaam. In ieder geval om ietsje dieper te gaan in het stof, heb ik gezegd, ja nee, inshallah zal dat jullie niet in verwarring zijn. Jullie niet in verwarring raken. We hebben gezegd, er zijn erfgenamen. Behoren tot ashabul furud, ashabul fara'id. Oftewel, erfgenamen waarvan Allah subhanahu wa ta'ala een bepaald erfdeel, het erfdeel heeft bepaald. En je hebt erfgenamen waarvan Allah subhanahu wa ta'ala niet het erfdeel heeft bepaald. Maar je hebt ook, op deze manier gezegd, erfgenamen die, of beter gezegd, familieleden die ook aanspraak kunnen maken op het erfrecht. En die niet behoren tot een van deze twee categorieën. Maar zijn wel familieleden. Het wordt genoemd in het erfrecht en ulul arham. Zijn behoren tot de familie, maar behoren niet tot de een van deze twee categorieën. Zoals we hadden gezegd, bijvoorbeeld de kleinkinderen vanuit dochterskant behoren niet tot de erfgenamen, maar behoren wel tot de familieleden. Die kunnen in sommige situaties wel aanspraak maken op het erfrecht. Is je duidelijk? Of, ja toch? Waar waren we? Dit was dus erfrecht over de opa. Oftewel dat hij dus dezelfde regels, hij valt onder dezelfde regelgevingen als de vader, behalve in een van de casussen die zich voor heeft gedaan in het tijdperk van Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Waarom krijgt de echtgenoot een vierde? Echtgenoot toch? Of echtgenote? Naam zit, klopt. Ja. Wie kan de vraag beantwoorden? Iemand komt te overlijden, maar laat een echtgenote achter, laat een moeder achter en een opa. Zegt de echtgenote krijgt 1/4 en de moeder krijgt 1/3. Ja, wat erft opa in dit geval? Tenminste, de rest. En dat zegt wat de profeet sallallahu alaihi gezegd. Al-hiqul fara'ida, of beter gezegd, als het gaat om de vader, dat hij 3 manieren kan erven. Of dat hij een vaste erfdeel, een bepaald erfdeel krijgt, of onbepaald, of niks van bepaald en onbepaalde erfdeel. En hij krijgt een van deze specifieke vallen, dat hij slechts rest krijgt als de overledene geen kinderen heeft achterlaten. En in deze kwestie, als het gaat om opa, krijgt hij rest. Waarom? Omdat de overledene geen kinderen heeft achtergelaten.
En waarom krijgt hij de rest? Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd: "Alhiqu al-fara'ida bi ahliha amma baqiya fa huwa li awla rajulin dhakar." Hij is de eerste opa in dit geval, de eerste rechthebbende man. طيب. Als jullie willen kan ik nog een erfgenaam behandelen. Yani, als jullie nog scherp zijn, kunnen we deze behandelen. Anders volgende week, van een aantal minuten, behandel ik de korte een biografie van de Sallam. En wat hebben jullie liever? Yani, erfrecht, jullie weten, het vergt veel scherpte. En ik heb gemerkt, yani, als er geen scherpte is, yani, dat je heel veel fouten gaat maken. Dat je in de war gaat raken. En om dit op te lossen is het wel belangrijk dat je dit behaalt. Voornamelijk als het gaat om de erfgenamen, de erfdeel van de erfgenamen die wij reeds hebben behandeld, zijn tot nu toe en die vijf. Die wou iets weg. Okay. We hebben dus vijf erfgenamen behandeld. Ja. Vraag of jullie die thuis herhalen. Ik zeg het is voldoende. Voldoende. En als jullie vijf minuten herhalen, namelijk dat jullie ook, hoe noemen ze dat? En die organogrammen die gemaakt zijn, dat jullie die zeg maar goed onderzoeken, dat jullie die begrijpen. Dat het echt verankerd raakt in jullie hersenen. Dat er toetsen zijn. En je gaat hoe dan ook snel fouten kunnen maken. En ik heb gezegd, het erfenis. Het is niet moeilijk, maar het is wel iets wat je altijd moet herhalen. En ik heb gezegd, zoals de overlevering die we hadden behandeld, wees bewust van hetgene waar jij nut zal hebben, of wees waakzaam voor hetgene waar jij wat jou van nut zal zijn. En ook wat je kan begrijpen uit de overlevering min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, wat behoort tot de zaken, de islam van een persoon, dat hij zaken laat wat hem niets aangaat. Tegenovergestelde, dat hij zich dus bezig moet houden datgene waar hij profijt van heeft, waar hij nut van zal hebben in zijn religie en in zijn wereldse zaak. En dit was ook een manier van leven onder de metgezellen. Als Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zei: إذا تحدثتم تحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فلهو بالرمي. يعني willen praten, ga dan over het erfrecht. Als jullie zelf willen vermaken, vermaak jezelf dan met pijlen boogschieten. En daar heb je altijd profijt aan. Allebei. Het erfenis, yani, het houdt je heel scherp. Zet je hersenen altijd aan het denken. Ga je merken, yani, hoe ver je komt, yani, altijd heel scherp zijn. Ik heb gezegd, yani, het belang van deze of van dit vak is heel belangrijk. Yani, wetende dat weinig mensen in de wereld staan in Europa. In Europa zijn misschien de enige die dit behandelen. Yani, dat dit dus een verplichting is voor ons om dit te behandelen, om dit te onderwijzen. Het is een verloren vak. Allah subhanahu wa ta'ala zal jullie ook rijkelijk belonen. En niet dat jullie hier, dat jullie bezighouden, jezelf bezighouden met dit vak. En het is belangrijk dat wij daar iets van af weten. Dat wij dit ook kunnen toepassen. Allah subhanahu wa ta'ala, dit is belangrijk. Hij heeft niets voor niets, yani, dit vak op zich genomen. Terwijl vele andere aanbiddingen, yani, Allah subhanahu wa ta'ala niet op zich heeft genomen. Het is een belangrijk vak. De regel en wetgeving daarvan zijn belangrijk. Die nu toegepast worden. En het gevaar, yani, dat dit niet wordt toegepast, dat de rechthebbenden hun erfdeel krijgen, yani, zijn in groot gevaar. Dat Allah subhanahu wa ta'ala de regel en wetgevingen heeft bepaald. De meeste regel en wetgeving bepaald over de erfname. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala gezegd, dit zijn tilka hududullah. En dit zijn de bepaling van Allah. Dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft dus bepaald. Die wij in acht moeten nemen. En van alles aan de beloningen. Degene die dit in acht nemen. En krijgt het beloning van het paradijs. Volgens Oman Yasilah wa Rasoola. En degene die dit niet in acht nemen. En dus Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzamen en zijn boodschapper. Wordt dan verteld over de bestraffingen die zulke mensen krijgen. En ook de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De betekenis van de overlevering. Diegene die anderen onthoudt van zijn erfenis. Zal Allah subhanahu wa ta'ala de persoon onthouden om het paradijs te erven. Dus yani, de moslims vinden zich in gevaar. En je ziet vandaag de dag dat mensen deze regel en wetgevingen niet in acht nemen. Daar maling aan hebben. En zelfs yani, eigenschappen hebben zoals de mensen in het pre-islamische tijdperk. Dat ze de vrouwen onthouden van het erfrecht. Dat zie je vandaag
in je eigen kring. En je bent een meisje, waarom wil jij het erfrecht? Of dat een zoon tegen zijn eigen moeder zegt van, ja moeder, je bent al oud, wat wil je met erfrecht? En dit maken wij gewoon dagelijks mee, onder onze gemeenschap. In Nederland, zelfs in islamitische landen. Volgende week gaan we, inshallah,